De gedupeerden van de afgebrande huis in Oosterend op Texel zijn blij met alle steun. Ik krijg overal hulp aangeboden. We hebben meteen van een bedrijf in de Kokstorp, de concurrent, mochten we kleren uitzoeken, want ik had niks meer. Ik had wat ik aan had, dat had ik nog en verder heb ik niks meer. Dekbedden gekregen van de dekbeddenfabriek. Via, ongevraagd, het is gewoon overdadig wat er op ons afkomt. Dat doet je enorm goed. 5 monumentale woningen raakten afgelopen vrijdag zwaar beschadigd door een hevige brand. Nou, in de eerste uren al kunnen ze zich voorstellen dat met die kou staan mensen buiten. En er is meteen al door directe bewoners in andere straten opvang geregeld dat die mensen daar konden. Koffie drinken en dat soort zaken. Dus ook voor de politie makkelijk te maken. En ook het dorpshuis, de Bijenkorf, is heel snel opengegaan om mensen daar verder op te vangen. Vrienden die binnenkomen, mensen die binnenkomen, kan ik je helpen, kan ik je ondersteunen. De burgemeester, dat vind ik heel goed, die was de hele dag aanwezig. Op een dusdanige manier, hij was er voor de mensen. Rondkijken, er zijn als je er bent, maar niet alleen de burgemeester. Het hele dorp was op een positieve manier in rep en roer, maar ook op een hele rustige manier. Op een hele betrokken manier. En dat is ook wel een beetje, denk ik, kenmerkend voor deze gemeenschap. Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dat is heel mooi om te zien.